Een emotioneel vacuüm, die leeg te vullen lukt me niet. Een emotioneel vacuüm heeft veel te maken met het gevoel van eenzaamheid. We ervaren een leegte en weten niet hoe we die leegte vullen kunnen. We proberen zo hard te vermijden om alleen te zijn, want de meeste mensen staan hier afwijzend tegenover. Sommige mensen lachen zelfs om eenzame personen en bekritiseren diegenen die ervan houden om tijd op zichzelf door te brengen. Aangezien we sociale wezens zijn, zullen we uiteindelijk automatisch proberen om te zijn zoals anderen, zelfs al hebben we een sterk zelfvertrouwen. Maar wat als we niet zoals iedereen zijn? Is dat dan verkeerd? De eindeloze zoektocht naar het vullen van het emotionele vacuüm. Wanneer we hiermee geconfronteerd worden, zullen we uiteindelijk proberen om deze innerlijke leegte te vullen, die ons zelfs maagpijn bezorgt. Dit gat doet ons geloven dat we iets ontberen, dat we onvolledig zijn. Misschien heeft dit allemaal veel te maken met onze kindertijd. De dysfunctionele relatie van je ouders, samen met de culturele geloofsovertuiging dat je op zoek moet gaan naar de prins op het witte paard, hebben ervoor gezorgd dat je je een halve persoon voelt, iemand die een andere persoon nodig heeft om zich compleet te voelen. Wat bereiken we door dit te geloven? Niets. Het enige wat we doen, is onszelf voeden met een emotionele afhankelijkheid, een verschrikkelijk angstgevoel en een voortdurende zoektocht naar die andere helft, die nooit de leegte opvullen kan, die we toch zullen blijven voelen. We zoeken dit altijd buiten onszelf. We denken dat iets buiten onszelf zal aanvullen wat we van binnen missen. Dit is eigenlijk ironisch, want wanneer we afhankelijk zijn van anderen om onze leegte op te vullen, dan betekent dit dat we anderen nodig hebben om ons goed en gelukkig te voelen. Het maakt niet uit hoe hard we zoeken en met hoeveel enthousiasme we deze zoektocht aanpakken, en ook niet hoeveel leugens we onszelf vertellen. Wat we ook doen, we zullen steeds weer vaststellen dat we ons nog steeds in dezelfde situatie bevinden, waar pijn en ontgoocheling sterk aanwezig zijn, en dat die leegte vullen niet is gelukt. Hoe kunnen we vermijden dat we onze emotionele leegte vullen door afhankelijk te worden van anderen? Niet alles wat andere mensen denken, is juist of waar. Soms voel je je overweldigd, omdat je het gevoel hebt anders te zijn. Je merkt dat mensen om je lachen omdat je nog niemand gevonden hebt en omdat eenzaamheid op je wacht. Nou, probeer dan op te houden om je aan te passen. Houd op met je leven te willen leven zoals anderen jou vertellen dat het moet. Soms moeten we bepaalde geloofsovertuigingen, waarvan we denken dat ze waar zijn, in twijfel trekken. Ten slotte is de werkelijkheid dat er vele andere manieren zijn om naar de dingen te kijken en ze te ervaren. Proberen om op dezelfde manier te leven als ieder ander, kan echt uitputtend en frustrerend zijn. Je hoeft niet noodzakelijk een partner of kinderen te hebben om je vervuld en compleet te voelen. Dat is een geloofsovertuiging die ervoor zorgt dat mensen die afstand nemen van wat tot nu toe beschouwd werd als de weg die je moet volgen, zich ongelukkig voelen. Hou van jezelf, behandel jezelf goed.
Het is precies dit idee dat we geloven dat we een andere helft nodig hebben, dat ons aanmoedigt om op te houden met onszelf op de eerste plaats te zetten. Want onze eerste aandacht moet naar die andere persoon gaan, die ons het gevoel zal geven dat we compleet zijn. Maar dit zal niets meer teweeg brengen dan een nog groter gevoel van leegte. We willen die leegte vullen met mensen, lieve woordjes, blijken van genegenheid en liefde die we niet eens aan onszelf geven. We zijn er ons niet van bewust dat als we willen dat deze emotionele leegte verdwijnt, we onszelf moeten liefhebben. Het is nodig dat we onszelf goed behandelen en eerst aan onszelf denken voor we ons storten op een relatie en een liefde verklaren die we niet eens aan onszelf kunnen geven. Alleen dan zullen we niet afhankelijk zijn van iemand anders. Als een relatie dan niet werkt, zal de leegte die zoveel lijden veroorzaakt heeft, niet opnieuw optreden. We zullen dan weten dat we niemand nodig hebben om hem op te vullen. Het enige wat we moeten doen, is focussen op onszelf. Hou op met denken dat je iemand nodig hebt. Stop met het voeden van die leegte, die ontstaan is vanuit verkeerde geloofsovertuigingen over wie je bent en wat je moet doen om je compleet te voelen. Het is tijd dat je jezelf lief hebt en jezelf op de eerste plaats zet, ook al wordt dit vandaag de dag nog steeds in een slecht daglicht gesteld en beschouwd als egoïstisch. Laat je niet langer overtuigen te geloven dat alles wat je om je heen je hoort, de enige waarheid is. Leer om alles te betwijfelen. Ten slotte brengen sommige overtuigingen meer schade teweeg dan goede dingen. Sommige overtuigingen versterken je emotionele leegte zonder dat je het beseft.